Het van de ING is ook mijn eerste prioriteit. Op dat gebied hebben we de afgelopen weken veel progressie kunnen boeken. Ten eerste met de Nederlandse staat. We hebben afgesproken dat we de ALTA-transactie die we met de Nederlandse staat hebben, dat we die gaan afwikkelen op een manier zodat de Nederlandse staat daar geld aan kan verdienen. En ten tweede hebben we vandaag 1,1 miljard terugbetaald onder de staatssteunoperatie. En we hebben daar in totaal nu meer dan 11 miljard onder terugbetaald. Ten tweede hebben we op het gebied van het verkopen van onze verzekeringsoperatie een grote progressie kunnen boeken. We hebben meer uh, van onze aandelen in de activiteiten in de Verenigde Staten kunnen verkopen, twee weken geleden. Uh, en we maken grote progressie op het voorbereiden van het Europese verzekeringsbedrijf voor haar beursgang. Uh, en daarbij zullen we ook Japan als activiteit betrekken. En dat hebben we allemaal gedaan uh, naast het goed bedienen van onze klanten. We zien dat de verzekeraar grote stappen maakt in de verbetering eh, van haar resultaten. Eh, dat is ook belangrijk voor de voorziene beursgang voor dat bedrijf. En in die resultaten zien we een verbeterd beleggingsresultaat en eh, gereduceerde kosten als gevolg van het transformatieprogramma dat we een jaar geleden hebben aangekondigd. Aan de bankkant zien we een verbeterde rentemarge, eh, renteinkomsten, als het ware. Uh, de kosten die onder controle zijn en de risicokosten die omlaag zijn. Risicokosten zijn de kosten die de bank maakt omdat bepaalde bedrijven, dan consumenten, hun leningen niet kunnen terugbetalen. Met betrekking tot die risicokosten uh, willen we toch een slag om de arm houden um, voor wat betreft uh, hoe ze zich in de toekomst gaan ontwikkelen, want we zien nog niet dat de positieve economische signalen echt doorzetten. Als ING zijn we actief in Europa, dus we kijken vooral naar de economische ontwikkeling ook in Europa. Daar zien we positieve signalen. We zien dat de consumentenvertrouwen dat dat begint toe te nemen. We zien dat de economische groeiverwachtingen positief zijn voor 2014. En we zien enig herstel in de arbeidsmarkt. Maar we zijn er niet in Europa. We zullen nog hard moeten werken. We hebben een bankenunie nodig. De overheidsfinanciën moeten op orde. En we moeten hard werken aan de verbetering van de werkgelegenheid. Dus we moeten optimistisch zijn met betrekking tot onze energie die we in de toekomst steken. Maar het herstel zou vrij bescheiden zijn. Ik realiseer me dat er nog veel mensen zijn die de financiële wereld wantrouwen. Dus voor mij is het heel belangrijk om dat vertrouwen terug te gaan winnen. En het gaat alleen maar met hele kleine stapjes. En daarvoor is veel werk nodig. We moeten de producten verder simpel maken. We moeten transparanter worden, nog transparanter worden. We moeten onze klanten nog beter bedienen. We moeten nog meer zorg uiten voor onze klanten. Met dat soort facetten, met dat soort kleine stappen, zullen we langzaam maar zeker dat vertrouwen gaan terugkrijgen.